Hoe dankbaar ben jij God? En uit jij die dankbaarheid ook richting Hem? Door het offer van Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die het lam en het brood des levens is voor ons, kan jij bij God komen. Zondaren, als jij, u en ik mogen vrijmoedig en eerbiedig naderen tot God, wat een genade is dat! Toon Hem dan ook die dankbaarheid, geef Hem alles dat Hem toekomt. Dat is wat Hij wil, dat is wat Hij aan ons laat zien, onder andere ook. Door Leviticus 7 heen. Mijn naam is Casper De Haan. Ik heb het voorrecht om te dienen als een van de voorgangers in, het, in de, de kerk in het lokale dorp waar ik woon. En een van mijn passies is om mensen het woord van God te onderwijzen, om ze te leren het woord van God te bestuderen, om jou, u en vele anderen bij te brengen hoe het woord van God beter te leren kennen en hoe daarmee God beter te leren kennen. Want we hebben het zo nodig dat wij God gaan kennen, dat wij Hem beter gaan leren kennen, dat wij zien hoe wij als christenen kunnen leven, hoe wij overeind kunnen blijven in deze tijden. En daar heeft Hij ons uniek en als primaire bron Zijn woord voor gegeven. En daarom mogen wij leren het woord van God te bestuderen. En een van de meest effectieve manieren, denk ik, geloof ik, om dat te doen. is door vers voor vers door het woord heen te gaan. En dat is wat we in deze serie over Leviticus ook aan het doen zijn. Vers voor vers door Leviticus heen. om de hele raad van God door te akkeren. Om te spitten in wat God ons gegeven heeft. Juist ook in het Oude Testament, omdat we daardoorheen de basis zien. voor wat er in het Nieuwe Testament opgeschreven staat. En dat is ook waarom we deze reis door Leviticus aan het maken zijn. We zijn ondertussen in Leviticus 7 aanbeland. We zijn aan het kijken naar alle instructies die daar staan, ook voor de levieten, voor de priesters, ook voor het volk Israël. En daardoorheen mogen we lessen leren, bijvoorbeeld over dankbaarheid richting God, over wie er bij God mogen komen en hoe. En we mogen daarin ook zien hoe God jou, u en mij wil gebruiken. Als Nieuw-Testamentische priesters in het dagelijks leven, in de dingen die hij voor ons heeft. Maar laten we samen lezen Leviticus hoofdstuk 7, vers 11 tot en met 21. En dan gaan we er daarna, vers voor vers, doorheen. Mozes schrijft: Dit nu is de wet voor het dankoffer, dat men aan de Heeren moet aanbieden. Als iemand het als lofoffer aanbiedt, dan moet hij naast het lofoffer ongezuurde koeken aanbieden, met olie gemengd ongezuurde platte koeken met olie bestreken en koeken van door elkaar gemengde meelbloem met olie gemengd. Bij de koeken moet hij als zijn offergave gezuurd brood aanbieden, samen met zijn lof- en dankoffer. En van elke offergave moet hij één koek als hefoffer aan de Heer aanbieden. Het is voor de priester die het bloed van het dankoffer sprenkelt. En het vlees van het lof- en dankoffer moet gegeten worden op de dag dat hij het aanbiedt. Men mag niets tot de volgende ochtend overlaten. Maar als het slachtoffer dat hij aanbiedt een gelofteoffer of een vrijwillige gave is, dan moet dat gegeten worden op de dag dat hij zijn offer aanbiedt. En wat ervan overblijft, mag ook de volgende dag gegeten worden. Wat er dan nog van het vlees van het slachtoffer overgebleven is, moet op de derde dag in het vuur verbrand worden. Want als er op de derde dag ook maar een deel van het vlees van zijn dankoffer gegeten wordt, dan komt het hem die het aangeboden heeft niet ten goede. Het wordt hem niet toegerekend. Het is onrein vlees. De persoon die daarvan eet, moet zijn ongerechtigheid dragen. Ook het vlees dat met iets onreins in aanraking is gekomen, mag niet gegeten worden. Het moet in het vuur verbrand worden. Maar wat het andere vlees betreft, ieder die rein is, mag dat vlees eten. De persoon echter die vlees eet van het dankoffer, dat voor de Heer is, terwijl hij onrein is, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En wanneer een persoon met iets onreins in aanraking komt, zoals de onreinheid van een mens, of onreine dieren, of een ander onrein en afschuwelijk iets, en toch eet van het vlees van het dankoffer, dat voor de Heer is, dan moet die persoon van zijn volksgenoten worden afgesneden. Nou, in dit stuk is God de, Le, de Levite, de priester specifiek aan het uitleggen wat hun taak is met betrekking tot het dankoffer, het lofoffer. Specifiek het dankoffer, waarbij het lofoffer een van de varianten daarop is. En wat we hier zien is dat God zijn volk bij zich wil hebben, dat hij een relatie met ze wil hebben. En daarom geeft hij ze de mogelijkheid als onderdeel van hun relatie met hem om hun dankbaarheid te tonen, het dankoffer. En de mogelijkheid die hij geeft is gebaseerd op vrije wil. Dit is dus niet een verplicht offer, maar Leviticus 3 laat zien dat dit een offer is dat iemand kon brengen als hij of zij vrijwillig dankbaarheid aan de Heer wilde tonen. En het idee is dan dat je, de, dat je God ergens dankbaar voor bent en dan ervoor kiest om Hem die dankbaarheid te tonen door middel van een offer. En priesters hadden hier een grote rol in. Specifiek hadden zij de rol om erop toe te zien dat de manier van naar God naderen, de manier van God dankbaarheid tonen, dat die correct was. En dat heeft puur te maken met wie God is. Je kan niet bij Hem komen zoals je zelf wil, zoals wel veel mensen denken tegenwoordig. Israël mocht leren dat alle emoties, alle gedachten en hun hele wezen welkom was bij God, maar ze mochten alleen wel op Zijn manier komen. Alles heeft zo zijn plek bij de Heer, en alles heeft ook een correcte manier van brengen. En Israël mocht leren wat de correcte manier was van het tonen van dankbaarheid naar God. Ze konden niet denken zoals mensen tegenwoordig denken: 'Ja, ik geloof wel in God, maar op mijn manier.' Israël mocht leren dat er maar één juiste manier was, en dat was Gods manier. En dit is voor ons vandaag de dag heel relevant, want wij mogen vrijmoedig naderen tot God, zegt Hebreeën 4:16. Elke zondaar mag vrijmoedig en eerbiedig naderen tot de schepper van hemel en aarde. Maar doordat wij vrijmoedig mogen naderen als christenen, doordat wij door het offer van Jezus Christus vrijmoedig mogen naderen, kunnen wij, sorry, kunnen wij wel eens vergeten tot wie wij naderen. We kunnen vergeten dat Hij een heilig, almachtig, groot en ontzagwekkend God is. We kunnen vergeten dat Hij onze aanbidding en eerbied waard is doordat Hij ons die vrije toegang gegeven heeft. En het is daarom heel erg belangrijk dat wij leren van teksten als in Leviticus 7. Want daardoor worden wij herinnerd aan wie God is en dat Hij wil dat wij bij Hem komen, maar wel op Zijn manier. We worden herinnerd aan het feit dat Hij God is, dat Hij almachtig en goed is. En we worden herinnerd aan Zijn almacht ten opzichte van ons falen, Zijn trouw ten opzichte van onze ontrouw. En we mogen Zijn genade en Zijn liefde meer en meer gaan zien en Hem meer en meer en meer gaan erkennen als God. 1 Petrus 2 leert ons dat wij nieuwtestamentische priesters zijn. En juist als zo'n priester is het goed om herinnerd te worden. Aan wie God is, aan het feit dat we vrijmoedig mogen naderen, maar wel met eerbied. En het is ook nuttig om elkaar hieraan te herinneren, zoals priesters ook moesten doen bij de mensen die kwamen. Want hoe nuttig is het om een broeder of zuster te herinneren aan wie God is? Hoe nodig hebben jij, u en ik het, dat iemand anders ons herinnert aan wie God is, wanneer wij uit het oog verliezen hoe, hoe geweldig Hij is, hoe groot Hij is, hoe dichtbij Hij is? Hoe nodig kan het zijn om iemand te wijzen op Gods grootheid en almacht? Want soms vergeten wij dat door de dingen die er om ons heen gebeuren. En het kan nodig zijn om iemand te herinneren aan het feit dat je met alles bij God mag komen. Filippenzen 4 leert niet voor niets dat je onder smeken en gebeden alle dingen bij God mag brengen. Maar je mag wel onthouden dat je het bij God brengt, dat je het niet bij zomaar iemand brengt, maar bij de schepper van hemel en aarde. En dat is nodig in onze levens, dat is iets waar wij Gods leiding in nodig hebben. En dat is waarom God Leviticus 7, vers 11 tot en met 21 aan zijn volk gaf. Hij wilde dat ze vrijwillig zouden komen, dat ze die, die weg zouden gaan die hij voor ze bedacht had. Hij had ze niet voor niets de mogelijkheid gegeven, dus daar mochten ze gebruik van maken. En God gaat nu duidelijk maken hoe de priesters de dankbaarheid van de mensen in goede, goddelijke banen mochten leiden. Bijbelcommentator Ross heeft het volgende gezegd. Het hoogtepunt van aanbidding en haar grootste vreugde is om in de aanwezigheid van God binnen te gaan en te vieren dat je vrede met hem hebt. Het is het grote voorrecht van de dienaar om mensen hierin te leiden. Het is tegelijkertijd ook de grote verantwoordelijkheid van de geestelijke leider om ervoor te zorgen dat dit correct gedaan wordt. Dat puurheid en vrijgevigheid kenmerkend zijn voor deze viering, einde citaat. En dit is dus wat God wil. Zowel voor degene die komt offeren als voor de priester die dit alles begeleidt. God wil dat je komt. Hij wil dat je je dankbaarheid betoont. Hij wil dat je bij hem bent en bij hem blijft. Maar hij wil wel dat het correct gebeurt. Want dat is de manier die goed voor ons is. Dat is de verantwoordelijkheid die je hebt als jij God dankbaar wil zijn, dat je dat op zijn manier doet. Dat als jij een priester bent, dat als jij iemand mag helpen en dienen, dat die persoon dat op Gods manier doet en niet op jouw manier of op hun eigen manier. Nou, als we gaan kijken naar wat Mozes opgeschreven heeft, dan zien we dat vers 11 gaat om de wet voor het dankoffer dat men de heren moet aanbieden. En dit offer wordt dus gebracht aan de heren met hoofdletters, zoals er in de versienenstaat de vertaling staat. En als er in het Oude Testament heren met hoofdletter staat, dan gaat het om Griekse IHVH, Yahweh. Zo speciaal is het, voor zijn aangezicht wordt dit gebracht. Zo dichtbij de God van hemel en aarde mag je komen door dit offer. En dat is dus ook wat je voor ogen mag hebben wanneer je aan God denkt. Dan mag je denken aan wat hij voor jou gedaan heeft en dan mag je bedenken hoe dankbaar je mag zijn, hoort te zijn voor wat Hij gedaan heeft, voor wie Hij is. En die dankbaarheid mag je leren uiten richting Hem. Het offer dat dan gebracht mocht worden, vers 12, bestond uit zowel een vlees als een graanoffer. Leviticus 3, vers 1 en 2 leert ons dat er een dier geofferd kan worden. En dan zijn er daarin varianten als het gebaseerd op hoeveel inkomsten je hebt. Maar er moest dus ook een graanoffer gebracht worden. Er staat: dan moet hij naast het lofoffer ongezuurde koeken aanbieden. En dankbaarheid aan God tonen ging dus door middel van het bloed van een dier en het aanbieden van een graanoffer. En dat graanoffer bestond dan uit ongezuurde koeken met olie gemengd, ongezuurde platte koeken met olie bestreken, en koeken van door elkaar gemengde meelbloem met olie gemengd, zoals vers 12 ons leert. En al deze offers werden vrijwillig gebracht. Richting God, werden als onderdeel van dankbaarheid aan Hem gegeven. En vrijwillige dankbaarheid was dus ook een kostbare zaak. Het was niet even dat je dankjewel zei, maar je dankbaarheid zat onder andere in de voorbereiding, in de kosten, in het doen van dingen zoals God het wilde. Het was niet goedkoop om deze offers te brengen. En dat laat zien dat je dus niet zomaar besloot om dit te doen. Het was een weloverwogen besluit om God dankbaar te zijn. Het was een bewuste keuze om dankbaarheid te tonen, wat veel zegt over hoe God dankbaarheid ziet. Hij ziet het als iets belangrijks en als iets wat kostbaar is. En daarom de vraag: hoe dankbaar ben jij? En toon jij jouw dankbaarheid richting God? Want jij bent een zondaar die mag komen bij God, bij de schepper van hemel en aarde. Daar hoort logischerwijze dankbaarheid tegenover te staan. En grofweg heb je twee typen dankbaarheid. Je hebt dankbaarheid die opwelt in een emotionele opwelling, maar God laat hier zien dat je ook bewuste weldoordachte dankbaarheid kan hebben. En beide hebben een plek. Bewuste weldoordachte dankbaarheid kan leiden tot dit offer, en die emotionele dankbaarheid leidt tot lofprijs en aanbidding voor de Heer die spontaan is. Maar voor dit offer, voor dit weldoordachte offer, moest je specifieke stappen zetten om je dankbaarheid te uiten. En geen van deze graanoffers mocht met zuurdesem gebracht worden. Dus onderdeel van hier goed over nadenken was dat je rekening hield met dit wel en dit niet. Er mocht geen zonde toegevoegd worden aan dit graanoffer. En wat, wat dat betekent is dat zuurlesem een beeld is van, graan, van, van zonde. Sorry, en dat dat dus niet als onderdeel van dit deel van het graanoffer gebracht moest worden. Dit deel van het graanoffer moest volledig schoongewassen zijn van alle zonde. En daarom bracht je dus ook een, een vleesoffer. Een dier, want dat was onder andere ook de vergeving van zonde, doordat er bloed vloeide, zoals Leviticus 17, 11 ons leert. Maar zuurdecem is een beeld van zonde en dat leren we onder andere uit 1 Korinther 5, vers 6 tot en met 8. Paulus schrijft daar, uw roem is niet goed, weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Hier worden dus gezuurd, slechtheid en boosaardigheid tegenover ongezuurd, oprecht en waarheid gezet. En God wil dus niet dat een offer, laat staan een dankbaarheid offer, doorzuurd is. Hij wil een offer van oprechtheid en waarheid hebben, zoals 1 Corinthe 5 ons leert. Want dat is ook wie God is. God is compleet oprecht en compleet waarheid. Dat is hoe mensen bij Hem mogen komen, in oprechtheid, in waarheid. En oprecht gevuld met dankbaarheid, in Zijn waarheid, mogen mensen bij Hem komen. En dat is wat de priesters mochten. Faciliteren. Dat is wat de priesters ook moesten controleren bij de mensen die dit offer kwamen brengen. De priesters moesten ervoor zorgen dat iedereen die kwam, nogmaals op Gods manier kwam. Dankbaarheid moest dus naar Gods standaard zijn. Dit offer moest ongezuurd puur en alleen meelbloem met olie gemengd zijn, zegt Leviticus 7:12. En dat is het offer dat God van ons wil, want dat geeft het juiste beeld van het hart. Van de mens die bij hem wil komen. Hij wil een puur hart dat niet bevuild is door zonde, dat juist vergeven is, bedekt is door dat bloed en daardoor kan komen. En wat heel bijzonder is, is dat we nu weten dat er bij zuurdeeg um, een bepaald proces plaatsvindt. Dat zuren komt doordat er een mate van rot, rotting plaatsvindt in het zuurdeeg. En zuurdeeg wordt. Zuur dus door die rot, maar die rot is dood. Want iets dat rot is dood. En God wil niet dat er dood in dit offer zit, dat er zuur in dit offer zit. Hij wil niet dat dood dit offer onrein en vuil maakte. En daarom moest men met ongezuurde offers komen. Offers die juist wel gemengd, gemengd waren met olie. Offers die helemaal meelbloem waren, fijne bloem, met olie gemengd zonder zuurdeeg. Die fijne bloem is onder andere ook een beeld van, van een puur offer, van een compleet gezeefd offer, want die, die mailbloem werd gezeefd om alleen het pure mailbloem over te laten. En dat is hoe wij bij God mogen komen. Maar een belangrijk iets is dat olie ook toegevoegd werd. En olie is een beeld van de Heilige Geest in het Oude Testament, een beeld van God zelf. Een offer zonder Heilige Geest, zonder God zelf, is niet goed genoeg. We kunnen dus niet offeren vanuit onszelf, maar ook daar hebben we Gods leiding bij nodig. Maar zoals met alles, neem niet van mij aan dat het Oude Testament olie als een beeld van de Heilige Geest gebruikt. Dat moet ik kunnen bewijzen. Dus 1 Samuel 16:13 zegt het volgende: Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem, dat is David, te midden van zijn broers. En de geest van God werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarnaast stond Samuel op en ging naar Rama. Wat je hier dus ziet, is dat de olie over Davids hoofd gegoten werd en dat daardoor, daardoor het was een beeld, daar werd de Geest van God, de Geest van de Heere, vaardig over David. Nou, dit is dus één van de versen waar we dit uit kunnen opmaken. Je kan het ook nog uit Zacharia 4 halen. Maar. Dit beeld, deze olie, de Heilige Geest zelf moest onderdeel zijn van het offer voor God. Want zonder de Heilige Geest wil God dit offer niet hebben. Hij wil het met olie gemengd hebben. Zonder dat extra deel dat niet uit onszelf kan komen, kunnen we God niet behagen. Kunnen we niet bij Hem komen. We hebben God zelf nodig om God te kunnen danken. Want die weg die open is voor zondaren, dat is gedaan door God. Het feit dat wij, door, dat wij naar God toe getrokken zijn. God is degene die trekt, zegt het woord. Ja, wij reageren met geloof. Ja, wij hebben de keuze om wel of niet te geloven. Maar God is degene die het trekkende werk doet. Die ons overtuigt. Hij laat zien wie hij is en dan kunnen wij kiezen. En als christen hebben we het nodig. Om te beseffen dat we God zelf nodig hebben. We hebben God nodig voor elk detail van ons leven. Jezus zegt in Johannes 15 dat Hij de Wijnstok is en wij de Ranken. Een Rank kan letterlijk niks zonder de Wijnstok. Dat is hoe we ons leven mogen leven, volledig door Hem, voor Hem en op basis van wie Hij is. Dat is hoe ons leven hoort te zijn als christenen. Compleet door en voor Hem. Dit is waar het graanoffer, waar het dankoffer dus uit bestond: uit een vleesgedeelte en een graangedeelte. Maar dit alles werd aangeboden als dankoffer, zegt vers 11. Maar dat dankoffer kon uit drie varianten bestaan. We zijn in vers 12 en 13 tot nu toe aan het kijken naar het lofoffer. Dat is de eerste variant. De tweede variant staat in vers 16. Dat is het gelofteoffer. offer. En de derde variant, die ook in vers 16 staat, is een vrijwillige gave. Dat zijn drie opties voor het brengen van het dankoffer. En het verschil zit in de focus van het offer en wat er door de priester met het offer gedaan moest worden. De focus van het lofoffer lag echt meer op dankbaarheid. Dat was God loven omdat je hem dankbaar bent. Het Hebreeuws noemt dit een todah offer En toda is in modern Hebreeuws nog steeds het woord voor dankjewel. Maar het betekent in de letterlijke zin het uitsteken van je hand. Het heeft het idee van dankbaar zijn en aanbidden. En als iemand kwam om dit toda-offer, dit lofoffer, dit dankoffer aan te bieden, dan ging het dus echt om God danken. De Heere aanbidden om een specifieke reden. Hij had iets gedaan of gegeven en daardoor wilde je hem eren en loven. Het gelofteoffer uit vers 16 was gericht op het doen van een gelofte. Hierbij doet degene die komt om hem te offeren een belofte aan God dat hij of zij iets zal doen. En de eerste keer dat dit voorkomt, dit gelofteoffer, is in Genesis 28, 20. Daar staat legt, of Jacob sorry, legde een gelofte af en zei als God met mij mee met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken dan zal u mijn god zijn. Dit is waar het om gaat in vers 16 van Leviticus hoofdstuk 7. Wij bij commentator Ross heeft het volgende hierover gezegd. Wanneer de gelofte was vervuld. of aan de voorwaarden van de gelofte waren voldaan. dan was het de plicht van de aanbidder. om een dankoffer te brengen. om dit te vieren met familie, vrienden en anderen. die bij de plechtigheid waren. Nou, dit is iets wat we ook nog in het Nieuwe Testament zien. We zien dit in Handelingen 21, vers 20 tot en met 25. dat Paulus dit principe ook kent en toepast. Paulus, of daar staat geschreven. en toen zij dat gehoord hadden. Prezen zij de Heer en zeiden tegen hem: U ziet broeders, hoeveel tienduizenden Joden er zijn die geloven, en zij zijn allemaal ijveraars voor de wet. Men heeft over u verteld dat u alle Joden die onder de heidenen waren, leert afvallig te worden van Mozes, doordat u zegt dat zij de kinderen niet moeten besnijden, en ook niet moeten wandelen, overeenkomstig te gebruiken van de wet. Wat staat ons dan? Wat staat ons nu te doen? Het is beslist noodzakelijk dat heel de menigte samenkomt, want zij zullen horen dat u gekomen bent. Doe daarom wat wij zeggen. Wij hebben vier mannen die een gelofte gedaan hebben, dat is die gelofte waar we het over hebben. Neem die bij u, reinig u samen met hen en betaal voor hen de kosten van de offers, de offers waar we het dus hier over hebben, zodat zij zich met het hoofd kunnen laten scheren en allen kunnen weten dat er niets waar is van wat u van wat hen over u verteld is. Maar dat u zo wandelt dat ook u zelf de wet in acht neemt. Maar wat heidenen betreft hebben wij geschreven en goed gevonden dat zij niets dergelijks in acht hoeven te nemen. Behalve dat zij zich moeten wachten uh, voor afgehoden offers. Voor bloed voor het verstikte en voor ontucht. En nou, waarom dit stuk? Omdat in dit stuk Paulus opgeroepen wordt om te voldoen aan de gelofte, aan het gelofte offer dat er gedaan is. En deze... Dit gelofte vereist dat de mannen een offer gaan brengen. En dat is precies het offer waar het in Leviticus 7 over gaat. Je maakt een belofte aan God en je viert dat je die belofte hebt kunnen vervullen. Nou, de vrijwillige gaven die ook in vers 16 staat was van een andere aard dan de eerste twee offers. Of de eerste twee varianten moet ik zeggen. En nogmaals bijbelcommentator Ross die zegt de vrijwillige gaven was een offer dat op elk moment gebracht kon worden. De ziel van degene die kwam aanbidden liep misschien simpelweg over van vreugde voor de heren en over zijn zegeningen. Dit soort vrijwillige gaven waren en zijn de essentie van een levend geloof. De aanbidder wachtte niet op een geweldig antwoord op gebed of een vorm van bevrijding. Er werd simpelweg gereageerd op heilige meditatie of de goedheid van het leven onder God. Om deze vreugde te uiten werd er een dankoffer gebracht. Als bewijs van dankbaarheid, einde citaat. De vrijwillige gave gaat dus om simpelweg je relatie met God leven, je relatie met God uiten en daarom de Heer een offer brengen. Dat is wat deze derde variant van het dankoffer inhoudt. En al deze varianten, het lofoffer, gelofteoffer en de vrijwillige gaven, vereisten dat er een dier geofferd moest worden... En dat er een graan overgebracht moest worden. En voor de priester was het verschil in hoe ze met de dieren mochten omgaan. En dat is waar vers 11 tot en met 21 onder andere duidelijkheid over geeft. Maar we zien hier dus drie verschillende varianten van dankbaarheid die gebracht mochten worden richting God. We zien dat God alles wil ontvangen. En dat iedereen bij hem mag komen. Dat zondaars vrij, vrijmoedig en eerbiedig bij hem mogen komen. En dat wij onszelf, net als de Israëlieten, mochten afvragen, toon ik mijn dankbaarheid aan God en ben ik God überhaupt dankbaar? Nou, in vers 12 tot en met 15 spreekt Mozes over het lofoffer dat met olie gemengd moet zijn. En dat ging over de ongezuurde offers, die dus een beeld waren van een heilig, een, een zonder zonde offer brengen. Maar in vers 13 gebeurt er iets bijzonders. Daar staat: bij de koeken moet hij als zijn offergave gezuurd brood aanbieden. En daar zien we dus opeens dat wat een beeld van zonde is, wat eerst niet bij de offers gebracht mag worden, nu gebracht moet worden. Bijbelcommentator David Guzik heeft het volgende gezegd: Het dankoffer moest door de priester gebracht worden, door voor God. In de ene hand een ongezuurd brood en in de andere hand een ongezuurd brood te houden. Op een rituele manier werd, het door, de priester, werd door de priester het gezuurde en ongezuurde brood heen en weer bewogen voor de Heer. Vanuit een Nieuw-Testamentisch perspectief, perspectief kunnen we de connectie zien naar het feit dat Jezus Christus vrede heeft gebracht tussen Jood en Heiden, waarbij hij de muur die hen eerst scheiden neerhaalde, zoals Efeze 2, vers 11 tot en met 18 leert. En dat Jezus Christus onze vrede is, Efeze 2.14, vanwege het offer van zijn vlees, Efeze 2.15. Einde citaat. En dit is dus een prachtig beeld van hoe God ervoor gezorgd heeft dat nu allen bij Hem mogen komen. Niet alleen Joodse zondaren, maar nu ook Heidense zondaren mogen vrijmoedig en eerbiedig naderen tot God. En God wil vanaf het begin al dat Jood en Heiden bij Hem komen. Israël moest een licht voor de volken zijn. En beide, Jood en Heiden, hebben zijn vergeving nodig. En hebben het dus nodig om dicht bij hem te komen. Zodat we uiteindelijk ook die dankbaarheid kunnen betonen. Nou, een andere uitleg over dit stuk is dat het idee van zowel gezuurd als ongezuurd brood gebaseerd is. op het feit dat God ons eraan wil herinneren. dat er een blijvend gezuurd deel in de mens is. En wat dat betekent is dat er een blijvend zondig deel in ons is, namelijk ons vlees. En dat God dus mensen die een zondige natuur hebben, die vleeselijke natuur, dat gezuurde brood, dat die bij hem mogen komen. En het is een prachtig voorrecht dus dat wij als zondige mensen, dat gezuurde brood, toch bij God mogen komen. En we zien hier echt Gods genade en Gods goedheid. We zien dat Hij trouw is en dat Hij uitreikt naar mensen. We zien dat Hij wil dat alle mensen komen, ongeacht dat ze zondaren zijn. En zondaren mogen in dit beeld bij de heilige God komen en kunnen Hem danken, kunnen die weg van vrijmoedigheid bewandelen, kunnen die eerbiedig bij Hem komen. En dit is de manier die God gegeven heeft om Zijn volk tot zich te trekken. En Jezus Christus is voor ons de ultieme manier van naderen tot God. Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16 zegt het volgende. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste. Tijdstip. Jezus heeft de weg geopend. Jezus heeft het ultieme offer gebracht. En daardoor mogen wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Dat is de genade die hij geeft en dat is de liefde die we mogen ontvangen. En deze brief werd geschreven aan christenen die terug wilden gaan naar het Joodse systeem. Voor deze Joden was de herinnering: ja, maar jullie mogen vrijmoedig naderen. Ze mochten voor deze joodse christenen was de herinnering: je mag vrijmoedig bij God komen. Je mag weten dat je bij hem kan komen door Jezus Christus. Dus er is niks om naar terug te gaan. Voor hen was het logisch dat je ook eerbiedig zou naderen, want zij hadden een gigantisch groot besef van wie God is. En doordat we mogen naderen en door wie we mogen naderen, zien we hoe geweldig lief en genadig God is. Want Jezus kan medelijden met ons hebben. Hij is in alles op dezelfde wijze verzocht als wij. Hij is ons voorgegaan. En daar kunnen we heel veel rust in mogen vinden. Of daar kunnen we heel veel rust in vinden. Want we kunnen rennen naar degene die met alles verzocht is zoals wij. We mogen naar Hem toe gaan. En Hij en Hij alleen kan en wil ons helpen in elke situatie. Dus waar je ook doorheen gaat. Breng het bij God, ga naar God toe. Wat er ook gebeurt, breng je hele leven bij God. Nader vrijmoedig, eerbiedig tot God, want dat is de optie die jij hebt gekregen. En toon God daar jouw dankbaarheid. Spreek uit dat je Hem dankbaar bent. Denk terug aan hoe je was voordat je gered was. En bedenk hoeveel beter je leven nu is, nu jij mag wandelen in en door. Het offer van Jezus Christus. Terug in Leviticus 7 zien we dat in vers 14 van de koeken er één als hefoffer aan de Heer aangeboden moest worden. Die koek staat er is voor de priester die het bloed van het dankoffer sprenkelt. En op deze manier zien we zoals we tot nu toe steeds gezien hebben: dat God voorziet voor zijn priesters, voor degenen die hem dienen. En de priester kreeg steeds van God bij elk van de offers een deel van het offer. En dit was een zichtbare acceptatie van het offer door God. We zien dat het hele offer gebruikt werd voor Gods doeleinde en we hebben nogmaals die voorziening van God voor zijn priesters. En we zien dat God dus meerdere vliegen in één klap slaat hier, doordat het offer op deze manier gebruikt werd, naar zijn instructie. Hij zorgt ervoor dat zijn hart zichtbaar is, dat zijn genade en liefde zichtbaar zijn voor de mens. En dat door iets simpels als hoe een offer gebruikt moet worden. Vers 15 leert dat het vlees van het lof- en dankoffer gegeten moet worden op de dag dat hij het aanbiedt. Niks mocht overblijven tot de volgende dag. En dit offer was het meer bewuste, geplande offer van de drie. En God geeft hierbij aan dat dit dezelfde dag gegeven moet worden. De verklaring hiervoor kan liggen in het feit dat dankbaarheid vluchtig kan voelen, in de zin van dat er morgen misschien iets is waardoor je je niet meer dankbaar voelt. En daarom moest dit offer dezelfde dag gegeten worden, omdat de dankbaarheid dan nog vers was. In vers 16 tot en met 18 spreekt Mozes over de voorschriften voorbij het geloofde offer en de vrijwillige gaven. En deze hebben specifieke eigenschappen die net iets anders zijn dan het lofoffer. Bij alle drie hebben we het over een dankoffer, maar zoals aangegeven met een andere focus. En het lofoffer moest dezelfde dag gegeten worden qua vlees, maar het gelofte offer en, de en de vrijwillige gaven mochten ook de dag erna gegeven worden, gegeten worden. Sorry. Het moest uiterlijk op de derde dag in het vuur verbrand worden. Maar het mocht dus nog een dag na het brengen van het offer gebracht worden. De dag van het offeren was dag 1, de dag erna werd als 2 gezien en de dag 3 was dus 2 dagen na het brengen van het offer. Men ging dus niet een dag erna tellen op de dag van het offeren werd er begonnen met tellen. En dit is dezelfde type telling die gebruikt wordt voor Jezus kruisiging. De algemene consensus is dat Jezus op vrijdag Gekruisigd werd, dat hij op zaterdag dood was en op zondag uit de dood opstond. En daardoor hebben we het over drie dagen. En God wil dat Israël dus op zijn manier met dingen omgaat, niet naar eigen inzicht. Hij weet namelijk beter dan Israël wat goed is voor hen. Hij weet wat wij echt nodig hebben en wat echt goed voor ons is. Wij denken het vaak te weten, maar eigenlijk weten we het niet echt. En het volk mocht leren om te handelen en te leven, om te vertrouwen op God en dat Hij weet wat goed is. Want heel eerlijk, het kan namelijk voelen als een verspilling van, van dat vlees: Door het weg te gooien op, op de uiterlijk de derde dag. Maar je moet je beseffen dat wij koelkasten hebben en Vriezers. Israël had dat toen niet. Ze hadden heel veel hitte. En geen manier van het vlees koel houden, waardoor het vlees heel snel kon gaan rotten. En die rot die was slecht voor hen, daardoor konden ze ziek worden en uiteindelijk zelfs komen te overlijden. Dus God wist het hier beter. Hij gaf hier aan wat goed voor hen was. En ze hadden waarschijnlijk de details hiervan niet per se door, maar ze mochten leren om te gehoorzamen. Ze mochten leren om te beseffen en om te leven naar het feit dat Gods wegen hoger zijn en om daar dankbaar voor te zijn. Jesaja 55 vers 6 tot en met 9 zegt: Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Aan het feit dat Israël dit vlees maar op gezette dagen mocht eten, kan je zien dat Israël moest leren dat Gods gedachten anders zijn dan die van hun. Hij ziet dingen die wij niet zien, hij weet en begrijpt dingen die wij onbegrijpelijk vinden. En een van de dingen die Israël moest leren, nu ze uit Egypte waren gehaald door God, was dat God boven alles te vertrouwen is. Ze moesten leren vertrouwen op Gods stem en op wat Hij hen opdroeg. Jezus verwoordde het als volgt in Johannes 10:27: Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Dat is hoe jij christen mag leren leven. Je mag leren leven naar de leiding van de herder. Je mag leren leven naar zijn stem, naar waar hij je naartoe brengt. Je mag leren vertrouwen op zijn leiding en dat is niet altijd makkelijk. Dat is ook niet altijd wat wij begrijpen of wat wij willen. Soms zien wij een goede weg, maar wil God dat je iets anders doet. Soms denken wij dat God ons een slechte richting opstuurt, want het is niet leuk of het voelt niet goed. Maar dan blijkt het achteraf de perfecte weg te zijn, omdat het dat is waar God je wilde hebben. Christen, wij mogen leren leven, jij, u en ik, naar het feit dat Gods wegen hoger zijn en Zijn gedachten hoger zijn. Je mag leren om zo dicht bij Hem te leven dat je Zijn stem gaat leren onderscheiden, Zijn stem leren herkennen. En herkennen en erkennen waar Hij naartoe leidt en wat Zijn wil is. En Zijn stem zal nooit tegen Zijn Woord ingaan, want dan zou Hij zichzelf tegenspreken. Dus dat is iets wat je altijd in gedachten moet houden. Soms zijn er mensen die dingen van God horen, maar die gaan in tegen zijn woord. Dan hebben ze dus niet van God gehoord. Dit is ontzettend belangrijk dat we dit doorhebben als christenen. Alles wat God bijvoorbeeld in en door gebed aan jou vertelt, of wat je op je hart krijgt, of van je denkt: dit is misschien wel iets van God, dat moet matchen met zijn woord. Als God jou op het hart legt om iets te stelen, dan is het niet van God. Als jij denkt dat God het op je hart legt om iets te doen wat tegen Gods Woord ingaat, dan is het niet van God. Dus bid en vraag Hem om leiding door gebed heen. Vraag Hem om te spreken, om je te leiden. En als Hij geen duidelijke leiding geeft om iets anders te doen, blijf dan doen wat je al deed, als dat iets is dat God eert. Ik heb bijvoorbeeld gevraagd op een gegeven moment, Heer, wilt u dat ik ander, een, een andere functie zoek op mijn werk? Maar als dat uw wil is, dan moet u de mogelijkheid geven. En ik werd later gebeld door iemand die zei, ik denk dat ik iemand ken die een leuke functie voor jou heeft. Ben je bereid om te praten? Ik was zelf niet op zoek gegaan, maar God had die persoon op, op mijn pad gebracht. En daardoor heb ik uiteindelijk een andere functie gekregen. Terwijl ik gewoon op mijn plek zat, maar God had iets anders voor mij. Niet alleen door gebed, maar juist ook door het Woord heen mag je leren om te luisteren naar Gods leiding. Bestudeer dus Gods Woord. Hij wil dat je leert om te zien wat zijn wegen zijn, hoe hij dingen doet en hoe jij daarin mag passen. Door het Woord heen zal je Hem beter leren kennen en meer leren doen naar Zijn wil. Het is onmisbaar voor een christen om de Bijbel te lezen en daar leiding uit te halen. En de derde vorm van. Of de derde manier om Gods leiding bijvoorbeeld te kunnen ontvangen, is door met volwassen christenen te praten. Er is wijsheid in de veelheid van raadgevers, zegt Spreuken 15-22. Dus zoek goddelijke broeders en zusters op. Mensen die jou op hem zullen wijzen. Praat met wijzere broeders en of zusters. Mensen die jouw bijbels zullen, huil, zullen helpen en zullen uitdagen. En door elk van deze manieren, door gebed, het woord en door... Andere christenen heen. Kan God jou leiden en wil hij jou leiden om dingen te doen? Wil hij jou leiden op zijn pad, zelfs als jij denkt: maar ik snap het niet? Dan mag je leren dat zijn wegen hoger zijn. Israël mocht leren luisteren naar wat Mozes opgeschreven had, wat hij van God doorkreeg, het woord van God. Dat moest in hun hart en in hun gedachten boven alles komen te staan. En dat is precies wat er in onze harten moet gebeuren, wat er in onze gedachten moet gebeuren. Daarom krijgen we ook een nieuw hart, zegt Ezekiel 36, 26. En daarom moet onze gedachte continu vernieuwd worden, zegt Romeinen 12, 2. En waar Israël veel dingen gezien en geleerd had in Egypte, en wij veel geleerd en gezien hebben in de wereld, moeten we leren dat dat vaak ook helemaal niet samen gaat met Gods woord. We mogen leren om zijn gedachten te volgen. Om zijn wil te leren kennen en om daarnaar te handelen. Want dan zal je zien dat zondaren vrijmoedig en eerbiedig mogen naderen. Dan zal je zien hoeveel er is om God dankbaar voor te zijn. En zal je hem die dankbaarheid ook willen uiten. 1 Kinte 2, vers 14 tot en met 16 zegt: de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor Hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt Hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend dat Hij hem zal onderrichten, maar wij hebben de gedachten van Christus. Laten we alsjeblieft niet denken dat wij dingen beter weten. Beter kunnen dan God zelf. Laten wij onszelf onderschikken aan zijn woord. Want dat is het woord dat Jezus Christus is, zegt Johannes 1.1. Het woord dat geïnspireerd is door de, door de Heilige Geest, 2 Petrus 1. We hebben geen enkele reden om tegen God in te gaan, want hij is alwetend en wij niet. We zullen het nooit beter weten dan het woord van God, want God heeft altijd gelijk. Dus Israël moest gehoorzamen aan deze instructies met betrekking tot wanneer het vlees van het dankoffer te eten. En wanneer het vlees niet meer te eten. Ze moesten gehoorzamen aan het verbranden van het vlees op de derde dag, zoals vers 17 zei: want dat is wat God zei. En voor de duidelijkheid: ons geloof is niet blind. We zien bijvoorbeeld in de evangelie dat God bewijs geeft voor de dingen die wij mogen geloven. In Matthäus 9, vers 1 tot en met 6, laat Jezus zien dat hij God is. Hij bewijst dat hij God is. Niet alleen doordat hij zegt: Uw zonden zijn u vergeven, maar ook doordat hij die man die um, kreupel was, weer liet lopen. Doordat hij die man liet lopen die kreupel was, bevestigde hij dat hij ook de autoriteit had en de macht had om zonden te vergeven. Hij onderbouwde het geloof dat de mensen hoorden te hebben. Ook in Johannes 11, waar we het verhaal lezen over Lazarus die gestorven was en die weer uit de doden opgewekt werd door Jezus. Daar zegt Jezus in vers 15 dat het goed was voor de discipelen dat ze niet gelijk waren gegaan en dat ze Lazarus dus niet genezen hadden zien worden. De reden die Jezus gaf was: opdat u gelooft. Oftewel, ik geef je een reden om te geloven. Want wat Jezus ging laten zien aan hen was een onderbouwing van hun geloof. Bewijs voor het geloof dat ze in Hem hoorden te hebben. Maar we mogen, terwijl dit waar is, dus dat God ook ons geloof wil onderbouwen, mogen we ook erkennen dat we niet altijd zullen begrijpen waarom God bepaalde dingen vraagt. Het is niet zo dat God eerst aan ons moet uitleggen waarom en dat wij daarna pas hoeven te gehoorzamen. Hij is ons nooit een uitleg verschuldigd. Wij zijn Hem juist gehoorzaamheid verschuldigd. Maar God is genadig, want in Leviticus 7:18 legt hij uit waarom het vlees niet op de derde dag gegeten mag worden. Dan komt het hem die het aangeboden heeft niet ten goede. Het is niet goed voor je, daarom mag je het niet doen, zegt God. En dit is de God die van jou houdt, die continu bezig is met wat wel en niet goed is voor ons. Dat is waarom hij bepaalde instructies geeft in zijn woord, waarom hij bepaalde dingen verbiedt in zijn woord. Het gaat er niet om wat wel of niet leuk is, het gaat er om wat goed is. Want leuk en goed zijn twee totaal verschillende dingen. En Gods hart is dat Hij dingen wil die goed zijn voor ons. Ik ken de gedachten die ik over u heb, het zijn goede gedachten, staat er in Jeremia. Daar mag je op vertrouwen. Dus ook als we het niet begrijpen, mogen we vertrouwen dat God het bij het juiste eind heeft en daar mocht Israël op leren bouwen. Een andere instructie van God staat er in vers 19: dat als het vlees iets onreins aanraakte, ook dan mocht het niet langer gegeten worden. Dat onreine zou dan letterlijk deel worden van de persoon die het vlees had. Want het ging naar binnen en het werd verteerd in je lichaam. En daarmee zou de persoon zelf onrein worden, terwijl dat niet nodig is. We zien dat de priesters het reine, het allerheiligste mochten eten, dat hebben we in de vorige twee studies van Leviticus gezien. Daardoor werd dat reine werd onderdeel dat heilige werd onderdeel van de priester. Maar hier zou iets onreins en iets onheiligs onderdeel worden van de mens, terwijl dat niet nodig is. Bijbelcommentator Ross zegt hier: de priester zorgde ervoor dat niets onreins aanwezig was. Niemand kon God prijzen of een relatie met hem hebben, onderhouden en toch onrein zijn want het dankoffer claimde juist het tegenovergestelde dat alles goed was in de relatie met God. Elke vorm van bezoedeling, groot of klein, expres of per ongeluk, onderbrak de plannen van een vredeoffer of dankbaar of een dankoffer en vereiste reiniging. Er mocht niets komen tussen de aanbidder en God en het vieren van de vrede tussen deze twee. einde citaat dit is waarom God deze precieze voorschriften geeft. Hij wil dat er vrede is tussen Hem en de mens en Hij wil dat die vrede gevierd wordt. Hij wil dat de mens viert dat wij bij Hem mogen komen. Want dat is, dat is een fantastische reden om hem dankbaar te zijn. Om daar naar te handelen, is zo gen groot en genadig. En het is heel duidelijk dat Hij een God van relatie is. Een God die wil dat mensen bij Hem komen, een God die doet wat nodig is. Om mogelijk te maken dat wij bij hem komen. En daardoor mogen wij zien vandaag de dag dat wij zondaren vrijmoedig en eerbiedig bij God mogen komen. En dat wij daarvoor dankbaar mogen zijn en hem onze dankbaarheid mogen tonen. Vers 20 en 21 gaan om mensen die bewust iets doen waardoor ze iets onreins aanraken. Weten dat ze onrein zijn en dan toch... Dit offer brengen, en of willen eten van dit vlees. De straf is zo erg dat deze persoon afgesneden moet worden van zijn volksgenoten, zegt vers 20. En dat kan niet over iets onopzettelijks gaan, want zo is de God van de Bijbel niet. In vers 21 gaat het om iemand die iets onreins aanraakt. Dat weet en dan toch het vlees van het dankoffer eet. En omdat dit dankoffer voor de Here is, en deze persoon dan toch kiest om te eten, laat deze persoon zien geen ontzag en geen eerbied voor God te hebben. En dat is het probleem dat God aan het licht brengt. In vers 20 en 21. Psalm 33, vers 8 tot en met 12 zegt: Laat heel de aarde voor de Heere vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem. Want Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt de raad van de heidevolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heren bestaat voor eeuwig, de gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Wel zalig het volk dat de Heren tot zijn God heeft, het volk dat Hij zich als Zijn eigendom verkozen heeft. De psalmist zegt dat God hier ontzag verdient, dat Hij onze vrees verdient, want Hij is God. Er staat, Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt. En het staat er, vers 9. zo groot is hij, zo machtig is hij. En zo machtig zijn ook zijn woorden. En de persoon die toch van dit reine vlees eet, wetende dat ze zelf onrein zijn, nemen God en zijn woorden niet serieus. Dat is de persoon die moedwillig tegen God zondigt. En dan laat God zien dat zonde tot de dood leidt, zoals Paulus ook bewijst in de Romeinenbrief. God laat zien dat zonden een probleem is met grote gevolgen. En het hart van de persoon was erop gericht om hun eigen wil te doen in de plaats van Gods wil. En het gevolg is dan ook voor henzelf. Deze persoon werd van zijn volksgenoten afgesneden, zegt Vers 21. En dat was letterlijk een doodsvonnis. Want je kreeg niet langer hulp van het volk. Je kreeg geen spullen, geen niks meer. Je stond er alleen voor. En dat allemaal door moedwillig tegen God zondigen. Dit is wat de mens verdient die tegen God ingaat. Dit is wat de zonde verdient, namelijk de doodstraf. En ook hier hadden de priesters dus weer een taak om dit in de gaten te houden: om iemand hierop te wijzen, om iemand te behoeden. En uiteindelijk ook om iemand te veroordelen als dit moedwillig gebeurde. De priester had de taak om dit alles te controleren. Om dit alles in goede banen te leiden, om ervoor te zorgen dat alles op Gods manier gebeurde. Dat mensen bij God kwamen op Zijn manier. Als Nieuw-Testamentische priesters mogen wij mensen helpen om erachter te komen wat Gods woord tegen hen zegt. We mogen ze helpen om te zien wat, God bij, of wat bij God komen betekent en hoe dat mag. We hebben het nodig als christenen dat we geholpen worden daarin. En wat God wil is dat zondaren vrijmoedig naderen tot zijn troon, dat jij, u en ik vrijmoedig naderen, eerbiedig naderen tot zijn troon. We hebben uit Hebreeën 4 dat gezien. En door Jezus mogen wij nu naderen. Dat is iets waar we heel erg dankbaar voor mogen zijn. En die dankbaarheid mogen we uiten naar God toe. Israël moest door een gezette lijst aan dingen heen om bij God te kunnen komen, om Hem dankbaarheid te kunnen betonen. Ze moesten een dier offeren, een graanoffer hebben. Ze moesten dat graanoffer deels naar de priester brengen, deels van het dier moest voor de priester zijn. Er mocht genoten worden van de fellowship, van het eten van het offerdier samen met de Heer. Maar het kostte allemaal veel tijd, veel geld en energie. En hoe geweldig is dan het nieuwe verbond? Hoe geweldig is het dat wij nu bij God kunnen komen en dat dit allemaal niet meer op deze manier nodig is? Jezus is namelijk voor ons het lam van God zegt Johannes 1:29. Jezus is het brood des levens Johannes 6:35, waarmee hij de vervulling is van het dankoffer. En hij heeft ons dus alles gegeven om bij God te kunnen komen op elk moment, altijd en overal. Dus Christen maak daar gebruik van, geniet daarvan. Onderschat het niet. Vraag God juist om je meer en meer onder de indruk te maken van wat Jezus voor jou gedaan heeft, om jou meer dankbaar te maken voor hoe ver hij ging voor jou. Vraag God om jou te leren leven naar zijn standaard, om jou te veranderen naar zijn wil. Dus Christen, wees God dankbaar. Vertel hem dat je dankbaar bent. Als je dat niet bent, vraag hem om jou dankbaar te maken. Gebed is zoveel meer dan God alleen maar dingen vragen. Het is juist ook een manier om God te danken en om God te eren. Dus dank Hem voor Zijn Zoon, voor Zijn Liefde, Zijn Genade, Zijn Woord, Toegang, Redding, de Kerk, het wat er dan ook is voor, waar we dankbaar voor kunnen zijn. En dat zijn ontzettend veel redenen. Dank Hem. En Christen, nader tot Hem. Doe dat vrijmoedig en eerbiedig door het offer. Van zijn zoon. Laten wij dan, Hebreeën 4:16, met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Laten we bidden. Heere God, we danken U voor Uw woord. We danken U dat U, Heer Jezus, de vervulling bent van dit offer. En dat wij door Uw offer gezegend mogen zijn, dat wij toegang hebben tot God de Vader. Dat wij vrijmoedig en eerbiedig mogen komen, dat wij dankbaarheid mogen betonen. Heren, vergeef ons ook waar wij niet dankbaar zijn, waar wij het nalaten om dankbaar te zijn. Heren, breng ons alstublieft tot het punt dat wij niks anders kunnen dan U danken, U loven en U prijzen. Heren, want U bent goed. Heren, breng dankbaarheid in ons hart. Geef het verlangen om bij U te komen. En doe alstublieft uw wil in ons, zodat wij uw wegen als hoger zullen zien. Wij u zullen eren, juist ook door u te gehoorzamen. En Heere, laat in dit alles uw genade en uw liefde meer en meer duidelijk en zichtbaar worden, in en door ons leven heen. We bidden en vragen dat in Jezus' naam. Amen. Als je deze video's goed en bijbelgetrouw vindt, klik dan alsjeblieft op de like-button. Dat helpt heel erg met de algoritmes van Google. Als je dat nog niet gedaan hebt, klik ook op de subscribe-knop. De, de abonneerknop, zodat je ook um, meer video's zal ontvangen. Klik op het belletje, zodat je notificaties zal ontvangen. En vertel mensen ook over dit YouTube-kanaal. Mond tot mond reclame is nog steeds een van de beste manieren. Vertel mensen over dit kanaal, zodat meer mensen Bijbels denken zullen leren en we dat allemaal zullen leren toepassen, wat er ook op ons afkomt.